Bij ons in Europa is de interesse voor het eerste WK dat plaatsvindt in het verre Uruguay aan de matige kant. Na lang aandringen wagen amper vier Europese ploegen, Roemenië, Joegoslavië, Frankrijk en België, zich aan de lange boottrip. Op de luxe stoomboot de Conte Verde maken ze tijd om ook wat te trainen. Alle wedstrijden van dat eerste WK worden gespeeld in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo. Onder meer in het Stadio Centenario, dat speciaal voor het WK gebouwd is in amper acht maanden tijd. Door de extreme hitte en de lange reis zijn de Belgen fel vermoeid en ze verliezen hun twee wedstrijden in Montevideo. Met 3-0 van de Verenigde Staten en met 1-0 van Paraguay. De Belgen zijn al meteen uitgeschakeld en keren terug naar huis zonder zege en zonder doelpunt. 8 weken zijn ze van huis geweest. De finale van het eerste WK tussen thuisland Uruguay en Argentinië wordt geleid door een Belgische scheidsrechter, de Antwerpenaar John Langenus. Uruguay scoort het eerst, maar nog voor de rust komt Argentinië op voorsprong. 2-1 is het bij de pauze. In de tweede helft zet Uruguay de scheve situatie recht. Het laatste doelpunt wordt gemaakt door de eenarmige spits van Uruguay, Hector Castro. Uruguay wint het eerste WK met 4-2. John Langenus sluit een prima match en is er ook bij op de volgende WK's in 1934 en 38. In zijn boek Fluitend door de wereld, herinneringen en reisindrukken van een voetbalscheidsrechter, schrijft hij in 1942 zijn voetbalavonturen neer. Een prachtig pareltje, typisch voor die tijd. Een fragment. Het waren er maar enkele die wisten dat er ene sport bestond die voetbal heette en met een grote, ronde, lederen bal werd gespeeld. Sport.